schoolexamen 2011-2012, periode 1, onderwerp radioactiviteit. En in deze webles gaan we kijken naar de laatste drie opgaven, opgave 7, 8 en 9. Bij opgave 7 moeten we gaan kijken naar een metalen plaat die straling tegenhoudt, gammastraling. En de term die we daarbij nodig gaan hebben is de halveringsdikte. En de halveringsdikte is de dikte waarbij precies 50% van de straling die erop valt wordt tegengehouden. Als je nu de eerste regel leest, dan zie je eigenlijk dat er niets anders staat dan de halveringsdikte in deze situatie van dit materiaal. De halveringsdikte is blijkbaar 2,4 mm, want de helft wordt tegengehouden. Nu gaan we kijken wat de vraag is. Ze willen weten, nu willen we niet de helft tegenhouden, we willen eigenlijk 95% tegenhouden en nog maar 5% doorlaten. Hoe dik moet dan die plaat zijn? Ja, dan moet je dus eerst gaan uitrekenen hoeveel halveringsdikte heb ik nodig. En het kan nooit kwaad om daar een schatting weer eens voor te geven om te beginnen. En we weten dat bij 1 halveringsdikte hou je 50% over. Bij 2 halveringsdiktes 25%. Bij 3 12,5%. En bij 4 6% en een beetje. En dan weten we dus al dat als we het berekend hebben, we moeten komen op 4 en een beetje halveringsdiktes. Iets meer dan 4 halveringsdiktes. Nou, om te kunnen berekenen hebben we natuurlijk formule nodig. En die formule hebben we en die ziet er als volgt uit. De intensiteit achter een plaat met dikte x is gelijk aan de intensiteit van de bron. Dus de intensiteit voor de plaat, I0, maal een half maal x delen door d een half. Waarbij d een half de halveringsdikte is. En weer geldt dat deze breuk die in de macht staat, die geeft dus aan het aantal halveringsdiktes. Je moet dus goed gaan kijken wat er gevraagd is. We krijgen geen intensiteiten, we krijgen alleen maar percentages. Nou, I0 is natuurlijk altijd 100%, daar begin je mee. Dan willen we weten bij welke dikte we nog 5% overhouden. En als we het een beetje omzetten, dan krijgen we het volgende. 5% is 0,05 van het totaal. 0,05 moet zijn een half maal x delen door d een half. Nou, zoiets hebben we al in opdracht 4 gedaan, maar dan met halveringstijden. Ik ga hem ook niet helemaal uitvoerig uitwerken, maar je kunt deze in twee stappen omzetten tot de volgende formule. X is 2,4 maal, en die 2,4 is natuurlijk de halveringsdikte in millimeters, maal een half log een 500ste. Als je dit iets te snel gaat, bekijk nou eventjes hoe je dat bij 4 hebt gedaan, want de uitwerking van deze formule tot de slotformule is eigenlijk precies hetzelfde. Dit kun je in je rekenmachine stoppen. En als je dat netjes doet, dan komt eruit x is 10. 10 wat? Nou ja, we hebben de halveringsdikte in millimeters gegeven. Dus dan is het antwoord ook in millimeters. 10 millimeter. Tot slot kunnen we altijd even controleren of dat klopt met wat jij verwachtte. We hadden net geschat dat het iets meer dan 4 halveringsdiktes was die we nodig hadden. 1 halveringsdikte is 2,4 millimeter. Ja, 4 keer 2,4 millimeter is 9,6 millimeter. Het is dus inderdaad iets meer dan 4 halveringsdiktes. Opdracht 8. Opdracht 8 hoeven we niet te rekenen. Opdracht 8 gaat over de opbouw van een kerncentrale. Die laat ze hier schematisch zien. En die opbouw in de kerncentrale ziet er als volgt uit. En het bestaat uit splijtstofstaven. Daar zit dus het uranium in, wat de energie opwekt. Dat zijn de blokjes. En de regelstaven, en dat zijn de kruisjes. En er is een moderator aanwezig. Deze moderator is niet in de figuur aangegeven, staat erbij. Vaak is dat een vloeistof waar dan die staven zich in bevinden. Vraag 8 is, bespreek waarom de regelstaven en de moderator nodig zijn. En leg uit hoe ze hun werk doen. Ja, eigenlijk is dat twee keer dezelfde vraag. Je moet aangeven wat de functie is van de regelstaaf en wat de functie is van de moderator. En dan moet je natuurlijk een beetje snappen hoe een kerncentrale werkt.
Nou, regelstaaf, die regelt natuurlijk iets. Wat regelt die? Die regelt dat van elke 2 à 3 neutronen die bij een kernsplitsing overblijven, dat er slechts precies één neutron een nieuwe kernsplitsing veroorzaakt. Als dat namelijk meer dan één is, dan krijg je een kettingreactie. En dan krijg je ineens een enorme hoeveelheid energie die opgewekt wordt, wat leidt tot grote problemen. Dat noemen ze dan een meltdown bij een kerncentrale. Die regelstaaf moet er dus voor zorgen dat er precies één neutron overblijft, dus hij moet een overschot aan neutronen afvangen. Die worden geabsorbeerd in die regelstaaf en die kunnen dus dan niet meer in de splijtstof zorgen voor een nieuwe splitsing. Dat is kort door de bocht de functie van de regelstaaf. Ja, de moderator die heeft een hele andere functie. Bij een kernreactie komen er neutronen uit zo'n kern geschoten met een enorme snelheid. En wat blijkt nou? Die snelheid is zo groot dat het heel moeilijk kan zorgen voor een nieuwe kernreactie. Daarvoor kun je veel beter langzaam bewegende neutronen hebben. En dat is precies wat die moderator doet. Die remt eigenlijk de neutronen af. En dat doet de moderator door neutronen af. Even goed opschrijven. Dat doet de moderator gewoon puur door zijn vorm. Het zijn vaak hele lichte atoomkernen waar zo'n moderator uit bestaat. En zo'n neutron botst dan tegen zo'n atoomkern aan. Het neutron verliest een beetje energie, die kern krijgt er iets meer bij. Maar na een x aantal botsingen heeft zo'n neutron dan de goede snelheid. En dan kan het dus richting de splijtstof om te gaan zorgen voor een extra splitsing. Heel kort door de bocht, vraag 8. Wat de functie is van de regelstaven en de moderator. Vraag 9. Stel je werkt daar en je legt tijdens je werkzaamheden je lunchbox op een bureau. En het bureau staat naast het reactorvat. Wat gaat er gebeuren? Nou, er zijn natuurlijk twee opties waar je naar moet gaan kijken. Twee termen die hierbij van belang zijn. Dat is namelijk bestraling van de lunchbox en besmetting van de lunchbox. Bij bestraling wordt de lunchbox blootgesteld aan ioniserende straling van een bron. Zou dat kunnen gebeuren? Ja, dat zou kunnen gebeuren. Je zit natuurlijk in een kernreactor, dus het zou kunnen dat er straling in die lunchbox valt. Is het dan heel erg? Nee, het is helemaal niet erg. Het ho zorgt hooguit ervoor dat er schade ontstaat in je boterham, maar jouw boterham is toch al dood en die schade zal nooit heel schadelijk voor jou zijn. Het is niet zo dat de boterham, en dat is wel een misconceptie wat veel speelt, het is niet zo dat de boterham zelf radioactief wordt omdat die wordt bestraald. Dus bestraling van de boterhammen in je lunchbox is helemaal niet erg. Besmetting. Wat zou er nou gebeuren als er radioactieve deeltjes, radioactieve stoffen, moet ik eigenlijk zeggen, in je boterham komt? Ja, dat zou dan wel in theorie erg zijn, want die kun je dan opeten. Dat komt in jouw lichaam en zorgt voor een bestraling van binnenuit. En dat kan hele nadelige gevolgen hebben. Echter, de lunchbox is gesloten. En daarnaast mag je ook aannemen dat er geen radioactieve stoffen lekken ergens in de kerncentrale. Een kerncentrale die goed functioneert, die heeft dat niet. Dus die besmetting, dat treedt helemaal niet op. Dat zal niet gebeuren, dus is ook niet relevant. Dus het is ook niet erg. Conclusie: de werknemer kan gewoon rustig zijn boterhammetjes neerleggen waar hij of zij dat wil.